Welkom bij Springbank, de stad die niet slaapt. Met je virtual whip over de straten geknald. Roleplay in the face, avontuur in elke wijk. 5M deep dive, weet je dat we blijven? Community is so tight, iedereen kent je naam. Feed the fire, we spelen dezelfde. Yes, welkom bij Tune Tuesday. Zoals je ziet is het dinsdag en dat betekent dat we weer een nieuwe auto gaan tunen. Dit is de eerste serie van Tune Tuesday en er komen nog heel veel dingetjes aan. We hebben een hoop auto's om te tunen, maar we gaan gewoon beginnen om een eerste startersauto te tunen. We gaan de car dealer in en we gaan direct kijken of we iets leuks hebben. Ik zat te denken zelf aan direct een compact, gewoon een leuke startersauto met veel tunes. We hebben genoeg keuze. Deze, ja, dat vind ik niet zo heel leuk, maar ik had al een beetje stiekem gekeken. En deze, voor 6000 euro, heb je dus een hele leuke auto. 137 km per uur en een kofferbak van 7 kilo. En ik denk dus dat je deze heel dik kan tunen. Dus ik ga hem kopen in het zwart. 6000 euro kost die. En voor 6000 euro heb jij dus een hele, hele leuke auto. We rijden direct naar Benny's. En daar gaan we dit ding tunen. Hij rijdt best prima. Hij rijdt best prima. Voor de eerste keer zo rijdt hij best prima. Ik heb de afslag gemist. Hoppakee. En we gaan hier direct beginnen met tunen. Het is zo te zien druk met Benny's. Kijk. Staat er net niet goed voor. Juist. Oh, klein stukje terug. Goed, we gaan beginnen met de motor. De motor. Die kunnen we dus upgraden tot motor level 4. Nou, dat kost bijna 3000 euro. De versnellingsbak. Nou, die kunnen we tot 3 upgraden. Dat kost, hoeveel kostte dat? Ook bijna 3000 euro. Onderstel. Oh, dan gaat de auto omlaag. Laten we even kijken, want we hebben best wel dure tunes hier tussen zitten. Dus we kunnen hem best wel laag zetten. Oeh. Ja, dit overtreft alles natuurlijk. We gaan hem gewoon max tunen dan. De remmen gaan ook omhoog naar level 3. Dat valt nog wel mee met de prijs. De panzer, dat gaan we niet doen. Maar je kunt hem tot panzer level 5 doen. Maar ik wil een beetje een racebak gaan maken vandaag. Dus de panzer level, ja, dat hoeven we natuurlijk er niet op. De turbo, ja, die willen we wel. En dan komen we uit op 22k. Voor 22.616 euro heb je hem dus eigenlijk zo goed als fully getuned. Dan ligt eraan of je die dure upgrade wil, dat je wielen omlaag gaan. Maar nu is het dus tijd om de optische tunes te doen. We gaan kijken hoe we dat uiterlijk kunnen tunen. Oeh, hij rijdt al wel een stuk beter. Hij trekt wat sneller op. Hij heeft een wat betere slip in de bocht, zeg maar. Hij glijdt zoals je ziet niet. Dus het is niet zo'n slipbakkie als dat het was. Hij trekt wat sneller op. Hij gaat alleen niet bepaald veel sneller. Of als hij nog niet, want ik heb hem natuurlijk nog niet voluit kunnen opengooien. We gaan richting Spec, de Spec Car Dealer. En daar kunnen wij hem tunen. Hoppakee. En het leuke is, deze serie die gaan we volhouden. Dus dat is een leuk weetje. Deze serie gaan we volhouden en we gaan steeds iets duurdere auto's tunen. Zoals je ziet heb ik nog maar weinig geld, dus we moeten eerst een beetje sparen uiteraard. Maar deze auto die gaan we dus weggeven. Deze auto gaan we weggeven tijdens een livestream. Dus op het moment dat we live zijn, dan kunnen we deze dikke bak straks weggeven. Op het moment dat die volledig getuned is. Dus dan heb jij gewoon een fully tuned auto van ons gekregen als mooie giveaway. Zo hebben wij ook weer wat leuke giveaways. We gaan hier naar beneden. Hoppakee. Ik kan niet rijden. We gaan hem hier zo tunen. Hey, de vrienden van de spec. Hallo. Ah. Goed. De tunes. Laat me zien wat er mogelijk is. Nou ja, zoals je ziet, de motor, de versnellingsbak, de onderstel, remmen, panzer niet. En de turbo hebben we dus fully getuned.
Zoals je ziet hebben we een hele hoop upgrades. We gaan gauw starten. We starten bij de spoiler. De stock spoiler. Die hebben we al uitgerust. En een primary racing wing. Oké. Dit is wat kleiner. Dit trekt mij niet echt aan, want dit lijkt een beetje op een tafel, weet je wel. Ziet er niet mooi uit. En het carbon, de racing wing. Maar ja, dat is niet zo heel veel anders. Behalve dat die carbon is, uiteraard. De primary drag wing. Hij is iets anders, maar dit ziet er ook niet uit eigenlijk. De carbon. Nee, ja, dit is gewoon weer hetzelfde. Alleen ja, nu kun je wel goed zien dat het een ander montuurtje heeft. De carbon en de extreme astro wing. Nou, dat betekent veel goed. Zo, hé. Hey. Jongen. Alleen dit al voor 100 euro. Nog geen 100 euro. 96 euro. Dan heb je dit. Nou, ik doe het ervoor. We gaan door naar de voorbumpas. We zitten nu op de stok voorbumper. Even zo naar de voorkant. We hebben de bumper delete. Nou is de bumper weg. De plastic splitter. Hier komt het een en ander nieuw bij. Even kijken of ik een goed perspectief kan pakken. Zo. Nog een flapje eronder. Wat is dit? De primary splitter. De secondary splitter is dan hetzelfde. De carbon splitter. Ja, dat is dan in het carbon. No bumper en primary splitter. Dit maakt het al een stuk beter. No bumper. En dit is dan de carbon versie. Oké. Wat is dit? Boelbar. Oké, een boelbar aan de voorkant. Buggy boelbar. Ja, maar dit geeft ook wel weer iets leuks, hè? Dit geeft ook wel weer iets leuks. Dit geeft ook wel weer iets leuks. Banya boelbar. Oh, dat is met zo'n ding ervoor. Dat vind ik niet zo mooi. Hij wordt iets breder. Nou ja, dat ding vind ik niet zo heel mooi. Chrome. Wow, dat maakt hem wel af. Hè? Dit is dan de chrome versie van de lampjes. De chrome versie van die. En de chrome versie van die. Ik ga voor deze. Het geeft toch weer net iets meer sfeer aan de voorkant. En kijkt niet zo heel veel. Niet zo kaal. Dus dat gaan we. Nou, weet je. Ik denk toch. Bij nader inzien. Dat we het anders gaan doen. Ik vond deze namelijk ook wel heel vet. Nu hebben we weer meer dat racing model. We gaan er een soort racing auto van maken. Ik doe hem wel in de secondary color. Want dan kunnen we hem misschien nog leuk aanpassen. We hebben de achterbumper. De stok achterbumper. Die stond er al op. Geen achterbumper. Een plastic achterbumpertje. Nou ja, dat maakt me niet heel veel uit. Nou gaat heel de achterkant weg. En nou krijgen we de motor goed zichtbaar. Dat is ook wel heel vet. Alleen ze krijgen zo'n lelijk ding erop. Ja, nou heb je meer een roostertje ervoor. Dat vind ik ook wel heel, heel dik. Zo'n roostertje ervoor. Ah, dit is weer met zo'n zo'n ding ervoor. Ook wel weer het roostertje ervoor. Dit is dan weer de chrome versie. Ja, ik ga wel voor de chrome versie. Met dat dingetje ervoor. Dan heb je toch een beetje de inkijk in die mooie motor. En een hartstikke goedkoop nog steeds. Dat is wel mooi. Sideskirts. Ja, dat maakt me eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. De sideskirt. Even kijken. Dit maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Er zit er eentje op. Wat is dit dan? Off-road. Met een tank aan de zijkant. Ja, dat maakt hem wel af. Maar ik wil er een beetje een racing ding van maken. We gaan hem in de secondary color doen. Dat is wel mooi, want dan krijg je straks een geheel. Dus dat is wel dik. Even kijken, de uitlaten. De stok uitlaat. Chrome. Twee uitlaatjes. Twee grotere uitlaatjes. Twee omhoog. Oké. Ja, dit is een beetje met een kromming erin. Zo, zit dan. Nou, dat vind ik niet mooi. 1.
Oh, hij wordt groter, jongens. Moet je kijken, ja, dit is wel heel vet. Aan de zijkant is ook wel heel dik. Wow, hij wordt steeds groter. Mega aan de zijkant. Oh ja, maar ik vind dit wel leuk. We gaan deze doen. Of jullie het mooi vinden of niet, dan maakt me nou even niks uit. Rolkooi. Nou, wat hier allemaal in kan, dat... Oeh, andere stoelen. Nog meer rol. Meer die sportstoelen. Nog meer sportstoel. Oeh, carbon sportstoelen met... Ja, we doen deze. De grill. Nee, zo'n schep erop vind ik niet mooi. We willen een beetje een sportkever en niet een offroad. Je kunt er dus wel een hele dikke offroad kever van maken. De motorkap. Oeh, in de secondary. Carbon. Oeh. Die lampen erop is wel heel ziek. Maar ik vond dat niet zo heel mooi. Want ik vind dit wel wat meer overlopen in een soort sportmodel. Snap je? Oeh, de koplampen. Met zo'n wimpertje daar. Een rekje. Oeh, nou kijken ze wat meer dicht. Open. Oh, dit is een soort andere bumper. Carbon. Oeh, alles weg. Dat vind ik niet mooi. Zo, nee, we doen deze. Perfect. We gaan door naar het rechte spatbord. En bij het rechte spatbord denk ik... Oh ja, kijk, dat is de achterkant. En bij de achterkant kunnen we ook wat aanpassen. Deze wordt carbon, dat vind ik niks. Oeh, we kunnen er twee vloepjes van maken. Nou, wat is het eigenlijk? Ik weet het niet eens. Ik vind het niet mooi. Nee, nee, nee. We gaan gewoon deze doen. Met zo'n lippie aan de zijkant, dat is meer als voldoende. Het dak. Nou, wat kunnen we erop leggen? Een lipje aan de voorkant. Een secundair lipje aan de voorkant. Een vintage rekje. Oké. Koffers. Nou, kunnen Tantina ook meenemen, zie ik. Die kan gewoon hier zitten. We kunnen de koffers bovenop leggen. En dan gooi je je eigen koffers achterin. Handig. Extra wielen. Voor, wanneer je te veel drift of zo. Moet je wel iemand hebben die de wielen alleen eronder kan leggen. De banden, laat ik het zo zeggen. Want de velgen zitten er niet aan. Dat is niet handig. Och. Tante Tina en de wielen kunnen mee. Oké. Och, de surfplank. Kun je surfen. Surfplank met een logootje erop. Nou... Surfplank in het roze. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we ook niet hebben. Nee, die surfplanken hoef ik allemaal niet. Nee, deze ook niet. Och, de zwembanden die kunnen hierin. En de tas hier voor als je gaat surfen, weet je wel. Maar daar hebben we niet nodig. Nee, ik wil gewoon dit lipje in het primary. Secondary, sorry. Want dan kunnen we hem weer dikker tunen. Delivery. Gaan we kijken of er een leuke sticker op kan. Oeh, oké. Oké, maar de witte, dat vind ik niet zo mooi, want dat wordt zo vies. In het leger kleurtje. Oké, ja, dat is wel heel ziek als je hem... Kijk, okay, als je hem off-road gaat maken, is dit wel echt heel ziek. Een racing sticker erop. Nog meer stickers. Dat staat er eigenlijk allemaal op. Evil. Oké, nou ja, dat hoef ik niet. We kunnen hem oud maken. Kijk, dat is heel vet, hè. Bloemetjes, bloemetjes. Oh, bloemetjes. Ja. En, ja, ik weet niet wat dit is. Ik vond deze wel heel vet, hoor. Met dat vuur zo. De ramen, ja, die gaan we natuurlijk zonder twijfel gewoon puur black doen. Puur zwart. Niet racistisch, hoor. Maar de wielen, die kunnen we niet aanpassen. Dat vind ik dan wel weer jammer. De kentekenplaat. Ja, die wil ik eigenlijk wel in het donkerwit. Juist hem. De neons. Links. Gaan we die eronder doen? Nee, dat vind ik altijd... Nee, ja, dat weet ik niet. Nee, xenon. Nee, dat vind ik ook niet. Xenon kleur. Overspuiten. Let op, nou komt het jongens. De secondary. En het normaal. En dan de core.
Oeh, kunnen we er ook een soort. Oeh. We kunnen dus alles aanpassen. En als ik hem rood maak. Oeh, oké, ja, dit is heel lastig hoor. Want ik wil eigenlijk wel dat er een mooi Onyx Chrome. Hoho, ja. Zo, deze is wel vet zo. We gaan eens even testen. We hebben deze dus voor ja, 8000, bijna 9000 euro getuned. Dat is mooi. We gaan eens even kijken. Zo, maar die livery kun je bijna niet zien nou. Nee, dat chrome moet eraf. Dat vind ik toch zo lelijk. Dat moet eraf. Dat chrome gaan we er nog heel even af doen. Hallo. Dank u. Dat chrome gaat er nog heel even af. Overspuiten. Ik denk dat we hem gewoon zwart doen dan. Oeh. Hij is wel duur. 10.000 euro. Maar lang niet. We hebben het ervoor over. We gaan iets verder naar achter toe. Oeh, ja, dit vind ik wel heel ziek hoor. Oké, okay, oh, wow. Zo, ik weet niet. Oh, hij knipt hem helemaal door die uitlaat. Als je hier dus een rollcase inzet, weet je wel. Wow. Oké, maar hij is wel echt heel dik geworden. Hij is echt heel dik geworden. Moet je zien hier. Wat een beest. Ja hoor. Deze die gaan we dus verloten. De eerstvolgende livestream, wanneer we weer een keer een leuke giveaway doen, gaan we deze dikke bak weggeven aan een van jullie. Kijk hoe ziek die is geworden. Ja, super vet natuurlijk. En die motor ook zo. Dit draait dus ook echt. Dus dat is heel ziek. Die uitlaat in het chroom erbij. Spoilertje erop. Wojo. En dit is echt een hele leuke startersauto. Je hebt gewoon een dikke racingbak als startersauto. Die ook nog een keer een leuk effect heeft. Bijvoorbeeld een wheelie. Ja. Ik vind hem goed geslaagd. Yes, dit was hem dus. De eerste aflevering van Tune Tuesday. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag volgende week dinsdag.